Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Elders Peduval en Moor. En vandaag weer eens politie op je hielen zoals beloofd. Of ja, niet beloofd, maar het wordt weer eens tijd om dat te doen. Met Wim, dit is Wim. Wim is vanuit, dus geen agent, maar het boefje. En met de Lamborghini Urus, ik geloof Urus. Zoiets. In ieder geval super dik ding, jullie kennen hem waarschijnlijk allemaal wel via Enzo Knol. Kijk zijn video zelf niet. Of ja, eigenlijk wel. Alleen als hij met de politie of de brandweer mee gaat. En dan als hij zo'n nieuwe dikke auto heeft, dan kijk ik natuurlijk wel even. Dus ja, bij deze, ik geloof dat, ja, kleur en zo weet ik niet precies. Ik denk dat het wel een beetje dezelfde kleur is. Maar ik vond hem wel dik. Voor de mensen die politie op Gielen niet kennen. Het is de bedoeling om van punt A naar punt B te gaan met 5 sterren politie. Punt B is in dit geval hier. We mogen niet via de snelweg gaan. De route heeft dat al gecalculeerd. Dat gaat dus ook niet gebeuren. Wat wel gaat gebeuren is, als wij hier zijn aangekomen, gaan we op de paardenrenbaan, gaan we een rondje draaien. Of twee rondjes draaien, doen we gewoon. Gaan we er hier weer af, gaan we zo, hoep hoep. En dan wordt dit echt onze eindbestemming. En als we hier zijn gekomen zonder dood te gaan, want ja, dat is het doel. Van punt A naar punt B met 5 sterren politie. Zonder dood te gaan natuurlijk, of zonder een kapotte auto te hebben. Ja, hij mag wel kapot zijn, maar als hij nog maar rijdt en op zijn bestemming komt. Ja, dan hebben wij het gehaald voor vandaag. Krijgen jullie zoals altijd op het einde weer twee opties in beeld van wat ik de volgende keer moet gebruiken voor politie op Gielen. Dat maal weer een 5M. Houden ze in tot een 5M gaan ze 5 agenten, 4 agenten met politieauto's mij achterna zitten en mij klem proberen te zetten. Samenwerking met Roleplay Reality. Maar dat is dan voor de volgende keer. Nu in ieder geval dus in singleplayer. We gaan het zo meteen allemaal aanzetten. Ik heb de optie ping om één keer mijn fixed vehicle te gebruiken. Ik moet wel even snel reageren op dit appje. Dus stel nou op het midden en of op die paardenrenbaan of zo. En ik denk van shit, dit gaat fout. Dan mag ik hem één keer fixen. Ik moet even reageren op dit appje nog. Goed, dus één keer mag ik fixen. Doe nu ook nog even de zekerheid. Wapens en zo had ik altijd wel ingesteld dat ik stickybombs en vuurwapen mocht gebruiken. Maar eigenlijk heeft dat weinig zin. Want op het moment dat ik ga schieten, gaan ze vanuit het voertuig terugschieten. Dus wat we gaan doen. We zetten Never Wanted uit. Set Freeze Wanted Level op 5. Op het moment dat ik de eerste agent of helikopter zie. Of als ik opeens kogels op me af krijg gevuurd. Dan beginnen we. Ja, sorry trouwens als je de... Je hoort nu muziek. Nou, nu crash je. Handig. Hey, maar sorry als jullie airco horen, wil ik zeggen. Want het is super warm hier. Maar goed, we gaan verder waar we gebleven zijn zo meteen. Dus tot zo. Nou, zoals ik laatst of net al zei, voordat ik crashte, moet ik even denken wat ik zei. Want ik ben toen maar gestopt met de opnames. Daar ben ik geloof ik nu 2 dagen verder, ben ik maar verder gegaan. In ieder geval. We moeten nog even de route instellen. Waar gingen we ook heen? Hier zo. Gingen we hier de... racebaan op, of paardenrenbaan, gingen we 2 rondjes rijden en dan gingen we nog in één keer door naar daar. Op het moment dat ik de eerste politieauto zie of als ik word beschoten, nou ik vind het goed, ik ga rijden. Dit ding is echt snel hoor. Oh shit, ze schieten wel uit die auto's, wat een boefjes zijn. Oh shit, tyfus, kut. Wait, yo, what the fuck. Zo heftig heb ik het niet meer. Zo heftig herinner ik het me niet meer. Sorry voor mijn gescheld allemaal. Even lichte paniek. En mijn geluid staat ook op 100% omdat de airco natuurlijk aanstaat. Want dat is niet veranderd. Gassen. Ah, en hier staat weer zo'n stom T5 busje ding. T6, wat is het? Oh, en een Audi en alles. Goeiedag. En we pakken hem hier even. Waarom zijn er zoveel Audi's? Dikke stress, nog een Audi erbij. Hoppakee, joejoe. Kijk, dit is echt redelijk zwaar voor mijn game. Al die helikopters en de auto's en zo. En de kans is dus aanwezig. Ik hoop natuurlijk niet dat mijn game crasht. En dan heb ik natuurlijk als nadeel dat ik weer verder moet gaan met mijn opnames. Als voordeel dat ik mijn auto wel een beetje meer gefixt kan krijgen. Oh, spijkermat. Ik zie hem liggen en ik kan er gewoon niks tegen doen. Zie je, nu crasht je. Nu kan ik op dit punt dus wel verder gaan. Met een soort van gefixte auto. Het is een beetje cheaten, maar ja, sorry. Het is niet anders, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Dan ben ik misschien uren bezig. Zo, daar zijn we weer. En wat een gedoe. Ik was net gewoon begonnen. Ik was ook op mijn eindbestemming gekomen. Of ja, eigenlijk stiekem niet. Ik had het niet gehaald.
en ik stop mijn opname, dacht ik. En ik ga in mijn editprogramma en ik zie dat ik op dat moment pas mijn opname was gestart. Ik heb dus niks opgenomen. We gaan nu in ieder geval verder. Ik zal even uitleggen. Ik wilde dus, ik ga uitleggen wat ik net al wilde uitleggen. Of wat ik net heb uitgelegd. Ik wilde dus mijn auto gewoon weer met kapotte banden en al inspannen. Maar toen dacht ik, weet je wat, die ene fix gebruik ik nu wel. Oké, dit begint al veel slechter als net. Net was ik hier, zet hem in zijn drive top. Net was ik hier heel soepel langs gekomen, langs deze brandweerauto's. Hij zet me nu echt al bijna klem. Nu zullen jullie afvragen, waarom brandweerauto's? Omdat die op de plek Riot staan. R-I-O-T. In ieder geval, ik rij nu gewoon inmiddels, ja, op gevoel, want ik heb de route nu al 3 keer gereden. Wat wilde ik nou nog zeggen? Ja, dus ik heb besloten om die ene fix die ik in de regels had gezet van je mag 1 fix gebruiken of ik mag 1 fix gebruiken. Die heb ik dus al ingezet bij de respawn. Dus niet meer. Ik wil hem eigenlijk gebruiken op de paardenrenbaan. Waarom? Omdat ik dus net al erachter ben gekomen tot het echt daar bijna finaal misgaat. Maar goed, eigenlijk is het niet leuk dat ik dat zeg, want dat is voor jullie dus, jullie weten absoluut niet. Haha, lekker voor jullie kut uit de lado's. Ik ga lekker naar rechts. Sorry, ik mag niet zo schelden. Ik weet in ieder geval hoe het gaat lopen, jullie niet. Of ja, nu weet ik ook niet hoe het gaat lopen, maar ik heb zo vermoeden. Maar in ieder geval, wij gaan hier naar rechts. Oh, vol in de remmen. Dit is heel ongunstig. Want elke keer als je ergens tegenaan knalt en de bumper gaat richting de band, ja, zie je al, kun je bijna niet meer rijden. Ik kan nu al bijna niet meer rijden. Kijk maar, ik ga niet dus harder dan 70. Als ik gewoon iets rustiger door die bosbocht was gegaan, dan was dit goed gekomen. Ik moet nu proberen te zorgen dat ik geen ongelukken meer krijg. En in ieder geval in een bocht niet dus rechts er tegenaan knalt. Dit zijn echt uitweekmanoeuvres. En hier hadden we 2 rondjes beloofd. Ik ga naar min of werk. Nee, dit gaat hem niet worden. Deze bochten gingen net gewoon rechtdoor. En nu kan ik hem wel nog sturen. Het handigste is als iemand even die band kapot schiet. Schiet even op die band. Schiet alsjeblieft op die voorband. Die heb ik helemaal niks aan. Als ik om een velg rijd, dan kan ik er nog iets mee. Nu kan ik er gewoon niks mee. En ik moet nog een rondje, hè. Schiet alsjeblieft op die banden, mensen. Het setje was wel gunstig, want nu kan ik de mensen... Oh, waarom geef ik geen gas meer? Mijn voet stond niet goed. Nu moet ik gas loslaten, want ik weet hoe meer ik tegen de linkerkant knal, nog meer, des nog meer gaat die band bekneld zitten, zeg maar. En dan heb ik nog meer problemen. Kijk, hij zit nu al gewoon. Hij stopt nu al af en toe. Nu krijg ik nog een beuk van achteren, maar dat is niet handig, want ik moet hier in... Ja, nu is het klaar. Ik moet nog namelijk daarin. Ik moet hier een opening zien te krijgen en die krijg ik. Dankjewel. En dan gaan we nu natuurlijk weer een autoladder hier tegenkomen. Aan de kant. Stomme Audi. Dit was ook niet gunstig. Oh shit. Dikke BMW jongens, dikke BMW. We moeten gewoon nog even de overkant zien te halen. Kijk hoe langzaam we gaan. 40 km per uur. Sneller dan dit wordt het niet. En dan komen weer auto's tegemoet. Geef me een beuk. Dankjewel. Ja, proberen. We gaan het proberen. Het gaat lukken. Het gaat zeker lukken. Het gaat lukken. Dikke BMW jongens. Geef me een beukje van achter dan. Geef een zetje. Moet alleen naar boven. Ja, ja, ja. Kom op mensen. Dit gaat lukken. Nog een zetje. Oh, ik ben nog bijna dood. Een zetje geven van achteren. Beuk me jongens. Ik kijk op de map. Ja, dank je. Ah, dan komt die handheving weer. Sterf. Ja, we gaan ermee zo snel. Lekker man. We hebben hem bijna gehaald. Doorgaan, 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 doorgaan. Ja, ja. Ik vind als we helemaal achter in de hoek, er tegenaan knallen tot we het hebben gehaald. En dat hebben we. Als we hier gewoon... Beam! Zo, lekker voor jullie allemaal. Stomme politie. Ik ga eens wat rust creëren hier. Zo. Hey, ik ga jullie even uitleggen wat dus net gebeurde. Of ja, niet wat net gebeurde. Ik had het dus officieel niet gehaald. Want net had ik dus opgenomen in de gedachte van ik heb opgenomen. Toen was ik eigenlijk ter hoogte van. We rijden er even heen met een mooie Juris. Of Urus.
Ik geloof dat die Enzo Knol zei Juris. Maar ja, die spreekt het misschien ook verkeerd. En wie weet, misschien spreekt hij er wel verkeerd uit. Maar dat verwacht ik niet. Even kijken. Aan de kant. Hier wilde ik dus omhoog nog gaan met vier kapotte banden. Maar wat het gevolg was, is dat ik eigenlijk gewoon alleen maar rechtdoor kon. Mijn stuur stond volledig naar links. En ik ging alleen maar rechtdoor, alleen maar rechtdoor, alleen maar rechtdoor. Toen kwam ik hier. Toen knalde een politieauto tegen zo'n auto hier aan. En ik ben toen uitgestapt. Toen pakte ik die auto. Ja, niet, die stond niet letterlijk zo. En op het moment dat ik die persoon eruit trok, toen werd ik beschoten met 5 shotguns en heel veel wapens. Toen ging ik dood. Dus eigenlijk was ik hier afgegaan. Maar ja, goed, dat hebben jullie niet meegekregen natuurlijk. Misschien verzin ik het wel allemaal. Nee, maar dus nu eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Dus het ongeluk was tot mijn opname niet was gestart. Maar dus eigenlijk was gestopt. En toen ik dacht dat ik mijn opname stopte, was hij gestart. En het geluk is dus dat ik een tweede kans, of een derde, of een vierde, of een vijfde kans zelfs kreeg. En dat ik daardoor hem wel heb gehaald. Dus een win voor mij. Ja, top. Ik ga even kijken in 5M, in de 5M server waar ik vaker zit, welke auto's nou precies daar allemaal in staan en welke ik dus kan gebruiken. En dan krijgen jullie nu in beeld in ieder geval te zien, of zometeen in beeld te zien, welke keuze er is voor de volgende keer. Dat is dus weer een multiplayer. Ik bedank jullie nu heel erg voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden, ondanks dat er vele crashes. Ik hoop dat jullie daar niet heel veel van hebben gemerkt. En ik zou zeggen, tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Doei!